Brokkepondo kan uitgroeien tot een landbouwdistrict, klinkt de visie van Linus Dico, eigenaar van Bonanza Agro Industries. Het vorig jaar was Dico ook een van de slachtoffers van de enorme wateroverlast in het binnenland. Een jaar later is de ondernemer nog steeds ervan overtuigd dat Brokkepondo voldoende potentie heeft om dit voornemen te verwezenlijken. Onze redactie bezocht de ondernemer op zijn landbouwproject de Victoria in Brokkepondo. Binnen enkele maanden zijn de ondergelopen gewassen vervangen door diverse groenten op de 10 hectare grond die wordt beplant in het kader van het Outgrowers-project. Traditionele landbouwers zullen middels het project de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen tot entrepreneurs. De gewassen die nu geteeld worden, moeten voorzien in de behoeften van voornamelijk de dorpen die in 2022 het meest schade hebben geleden. Dico gelooft dat de eerste resultaten van dit landbouwproject begin augustus worden verwacht. Het uiteindelijke doel is dat van Brokkepondo een landbouwdistrict gemaakt wordt. Dan wil u zeggen wat daarachter zit. Weet u, er zijn twee grote dingen die ervoor kunnen zorgen dat arme mensen uit de Pinani komen en zeker arme mensen uit het binnenland. Nummer 1 is onderwijs, omdat dat goedkoop is en een van de makkelijkste manieren om je uit de armoede te werken. En voor het binnenland is daarnaast landbouw het tweede om echt economisch vooruit te gaan. Die gronden zijn er en de mensen zijn van nature al landbouwers. Ik denk dat 99% van de mensen in het binnenland aan landbouw doen. Albeit dat het op een bepaalde manier gedaan wordt, dat niet voldoet aan de moderne dingen, maar het zal dan makkelijker zijn om iets dat je al gewoon bent op te pakken en verder uit te zetten. Het project wordt gefinancierd door Staatsoliemaatschappij Suriname NV. Het binnenland kan zich naast andere sectoren focussen op landbouw vanwege de voordelen op lang termijn. Dus wat nu gaande is dat die eerste groep die de training heeft gehad, locatie heeft gekregen om te kunnen planten, dat die groep dus nu aan het inzetten is. We hebben eerder ingezet in november, december ingezet, maar vanwege het feit dat de voorbereiding tot het ontbossen van het gebied, dat het veel langer in beslag heeft genomen dan we hadden voorzien, zijn we te laat geweest met de eerste inzaai en is niet behoorlijk, niet zo gelukt als we hadden gehoopt. Maar de motivatie is erin gebleven. En dus voor deze periode nu met deze regels zijn we dus zwaar bezig in te zetten. En die resultaten zullen we zien rond eind juni, eind juli, begin augustus. Het gebied de Victoria is volgens de ondernemer gunstig gelegen en loopt niet onder water. De behoefte aan de gewassen is heel groot. Bedrijven zoals IM Gold Rosebel Gold Mines kunnen volgens Dico volledig voorzien worden van gewassen. Maar alleen als de landbouw tot haar volle potentie wordt benut.